drie Scania 4x2 trekkers. Alle drie aangedreven door een krachtige LNG-gasmotor met 410 pk. Een unicum in België. En vooral een wagen waar menig transporteur al lang naar uitkeek. Het betekent een belangrijke doorbraak voor Scania Vlaanderen, dat al jarenlang investeert in de overstap naar duurzame transportoplossingen, maar ook voor deze klanten betekent het een nieuwe stap in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Gert Snel, directeur Gert Snel Transport. Sven Beusaert, CTO Gilbert de Klerk. Dieter van Overbergen, zaakvoerder DVM Trans. Heren, goedenavond en welkom in dit prachtig decor in het kasteel Te Laken in Zulte. De ideale locatie ook om jullie trucks tentoon te stellen. Welkom aan onze groene tafel en bedankt voor het vertrouwen dat jullie in Scania hebben gesteld. Bedankt ook voor de aankoop en de investering in die LNG-trucks. Wat mij benieuwt en vooral ook de kijkers denk ik, is om een beetje beter te begrijpen wat zijn jullie argumenten geweest bij de aanschaf van die LNG-voertuigen. En we zullen misschien met jou beginnen, Gert. Vertel eens van waar de keuze om vier LNG 410 pk trekkers aan te schaffen. De keuze om 410 pk Scania's te kopen is de ervaring die we opgedaan hebben in de vorige generatie. We zijn al jaren bezig onze emissie te verlagen. We hebben een aantal LNG-wagens vroeger al gehad, maar vonden altijd dat het vermogen te weinig was. We hebben nu met de nieuwe Scania's 410 genoeg vermogen om ze maximaal in te zetten in onze onderneming. Voor welke soort van transport worden deze voertuigen ingezet? We zetten deze wagens vooral in distributiewerk. Zowel dag als nacht met verschillende chauffeurs, waardoor ze dus een 450-500 kilometer per dag rijden. Wat is het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor jullie? Het is voor ons belangrijk dat we onze impact naar het milieu minimaliseren. Dat is een vaste waarde binnen ons bedrijf. En de ster die we gehaald hebben, de Lean & Green Star, dat is dat we 23% bespaard hebben op 5 jaar tijd, is daar een mooi voorbeeld van. En we gaan nu de stap verder doen. Ik denk ook met de opkomst van LNG-voertuigen dat we ook zien dat de transitie naar meer duurzame alternatieven voor diesel, dat die ook is ingezet voor de transportsector. Ja. Grote impact ook wat betreft CO2-emissies. Hebben jullie bij Gilbert de Klerk altijd die pioniersrol willen spelen? Duurzaam beleid is eigenlijk de basis van onze bedrijfsvoering. Dus in al onze investeringen gaan we altijd kijken van hoe kunnen we de impact op het milieu minimaliseren. Bewijs daarvan is onze Lean & Green Star, waarin dat we in de praktijk bewezen hebben dat we binnen de 5 jaar meer dan 20% CO2 besparen. We hebben nog tal van andere voorbeelden, zoals onze magazijnen. Die zijn allemaal uitgerust met zonneparken, zodat die ook energie-neutraal zijn. We hebben LZV's rijden voor bepaalde klanten. Het investeren in LNG sluit hier perfect aan om verder onze CO2-uitstoot te beperken. We gaan ook kijken om zoveel mogelijk onze oudere dieselvoertuigen te vervangen door LNG-voertuigen. In zoverre natuurlijk dat de trajecten en de inzet van het voertuig dat mogelijk maakt. En waarom de keuze voor Scania? Voordat we de Scania's hebben besteld, hebben we een uitgebreide test gedaan met alle aanbieders op de markt momenteel. Hier hebben we aan onze chauffeurs die test gedaan hebben gevraagd om een aantal parameters te quoteren eigenlijk. En Scania kwam hier zowel qua motor als comfort en drivability echt het beste uit. En dan, omdat Scania natuurlijk al jaren ons huismerk is, hebben we dan besloten om verder te gaan daarmee. Maar je zegt ook het comfort wat betreft die LNG-trucks, dat die een heel stuk stiller zijn geworden, hè, naast hun lage emissies. Waarom die keuze dan bij DVM Trans? De motoren zijn we heel tevreden van, hè, vooral van het geluid, want wij doen enorm veel nachtwerk, distributiewerk. Wij hebben de wagen uitgerust met ADR op LNG. Wij hebben ook de wagens waar wij op 's nachts mee op de erven komen. Klanten zeggen het van, de wagen is stiller, chauffeur merkt het ook niet. Het gasverhaal ook. Chauffeur is geen vermogen kwijt. Dat was voor ons een van onze grootste zorgen. Want we hebben toch altijd 44 ton mee op het einde van de rit. Dus dat was voor ons het belangrijkste. En de chauffeurs, wat vinden de chauffeurs ervan? Dus de wagens zijn enorm stil. Van klanten horen we van, kijk, jullie komen 's nachts op het erf. Wij horen het niet. Het is een heel verbetering naar motorlawaai en ook voor distributie. Like wat Hert zegt, iedereen wil nachtleveringen. Dat is veel stiller natuurlijk. Hè.
Dank jullie wel, heren, voor het heel interessante gesprek. Dank jullie wel ook voor het vertrouwen in Scania. Het is duidelijk dat LNG in opmars is in België. Ik denk ook de opmars van LNG gaat gepaard ook met het, niet in het allerminst zou ik zeggen, de opmars van het aantal tankstations en de infrastructuur die er ook na is. Ja. Nogmaals dank voor het vertrouwen in Scania. En ik zou misschien zeggen van we gaan het glas heffen op een duurzame, succesvolle toekomst voor jullie. En dat het dan hopelijk met zoveel mogelijk Scania's mag zijn. Proost.